We are embarked on a long journey. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Britain is leaving the European Union. Just who the hell do you think you people are? Dames en heren, wat fijn dat u gekomen bent bij deze boekenpresentatie. We hebben net even zitten denken. Mijn naam is Paul Cliteur. Hier naast mij zit Lucas en daar zit Tom Zwitser. We hebben natuurlijk even gedacht van wat ons bindt. En volgens mij is in ieder geval één ding dat onomstotelijk overeind staat. Dat is dat we allemaal boeken hebben uitgegeven bij de Blauwe Tijger. En dat ook nog de uitgever zelf onder ons is. Dat is Tom Zwitser. Dus zit Lucas en ik, wij zijn eigenlijk alleen maar schrijvers van de Blauwe Tijger. Maar Tom zelf is dus de uitgever, maar hij is ook de schrijver van een boek. Wat die boeken zijn, staat dat hier ook, dat komt straks. Volgens de orde die ons hier op de dia wordt voorgespiegeld, gaan we eerst praten over mijn boek. Dat boek dat heet Bardot, Valachi, Welbeck en Wilders. We zullen dat ongeveer een half uur doen, waarbij ik mezelf zal onderwerpen aan een werkelijk gruwelijk spervuur van vragen dat er van deze kant op mij af zal komen. Ik weet niet of ik me hier staande kan houden. Ik hoop dat u me een beetje bijstaat, maar ik vrees het ergste, maar ik ga toch mijn best doen. Dat zullen we een half uur doen. Daarna gaan wij, ik weet niet wie er dan van jullie eerst komt. Dan waarschijnlijk Sid. Dan gaan we over een paar boeken van Sid Lucassen gaan we praten. Dat zal dan daar ook wel op de dia komen, welke dat precies zijn. En daarna over Permafrost van Tom Zwitser. Is dat zo'n beetje de orde? Ja, dus een half uur per boek. Okay. En dan 10 minuten even pauze. Men kan even wat drinken. Oh, ja. Ja. Of... daarna een vragenuurtje van een vragenhalf uurtje kunnen we het wel noemen. En als afsluiter van deze serie interviewtjes gaan we dus het nieuwe boek van Sid Lucassen presenteren. Het is nu zondag, hè? Dus het is vrijdag van de drukker gekomen. Het is echt vers van de pers. Sid heeft daar het afgelopen jaar aan gewerkt. En het is een wonder van het intellect van Sid. Goed. Oké, nou heren, zal ik eerst gedurende een paar minuten iets vertellen over de inhoud van het boek. In een zekere zin spreekt dat voor zich. Dat boek dat begon, dat Bardot, Valachi, Welbeck en Wilders, moet ik meer in de microfoon of juist niet? Zo moet ik het meer houden. Oké, prima. Dat boek dat is begonnen eigenlijk met een heel praktisch. Ik ben hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden. Dus ik ben rechtsgeleerde, maar wel een rechtsgeleerde die zich veel bezighoudt met algemene vragen rond het recht. Filosofische vragen rond het recht. Ik realiseer me trouwens ineens, om het opgenomen te krijgen, moet ik misschien hier gaan zitten. Is het niet zo? Ik zie dus dat... algemene vragen over het recht. Dus ik hou me niet bezig met hele specifieke juridische details, maar meer met algemene dingen als wat is een staat, wat is recht, is het recht altijd rechtvaardig, wat is een democratie, moeten we democratieën hebben, zijn democratieën beter dan dictaturen, et cetera. Dat soort dingen. Er was op een bepaald moment een heel belangrijk proces in Nederland. En dat was het proces tegen de politicus Geert Wilders. Geert Wilders die werd vervolgd. Wordt hij overigens nu weer. We zijn nu in de fase van hoger beroep. Hij werd vervolgd vanwege het aanzetten tot haat. Aanzetten tot discriminatie. Het beledigen van een groep op basis van ras.
Dat is eigenlijk de aanklacht geweest tegen Geert Wilders. En hij is in eerste instantie daarvan vrijgesproken. En nu zitten we in de fase van het hoger beroep. En de verdediging van Geert Wilders, advocaat Knoops, die heeft het recht om aan de rechtbank voor te stellen bepaalde getuigendeskundigen te benoemen. Dat zijn dus mensen die geacht worden en zekere expertise te hebben op dat terrein. En die kunnen dan ondervraagd worden door de advocaat. En de advocaat nodigt natuurlijk mensen uit die een beetje behulpzaam kunnen zijn voor zijn zaak. Hij gaat niet de grootste critici van Wilders uitnodigen, maar hij nodigt mensen uit die het ook niet goed vinden dat hij veroordeeld zou worden. En ik ben toen in beeld gekomen en ik heb een rapportje geschreven voor de rechtbank. En dat is eigenlijk het tweede hoofdstuk geworden van dit boek. En toen ik daarmee bezig was, toen raakte ik zo geïntrigeerd door die hele kwestie. Ik dacht, hoe zit het eigenlijk elders in Europa? Komt dat meer voor dat politici vervolgd worden op deze gronden? En hoe pakken die processen uit? En toen ik me daarin ging verdiepen, werd het al snel duidelijk dat ook de Franse voormalige filmster, of misschien nog steeds filmster, weet ik eigenlijk niet. Eens een filmster, altijd een filmster, denk ik. Is het niet zo? Met Brigitte Bardot, nou, filmster, maar in ieder geval, ze oefent dat beroep nu niet meer uit, maar Brigitte Bardot, die was al 5 keer, is die vervolgd en veroordeeld volgens iets soortgelijks. Het bleek me ook al snel dat ook de Franse schrijver Michel Houellebecq, die is vervolgd op basis van het Franse equivalent van de Nederlandse artikelen, overigens vrijgesproken. En ook de Italiaanse journalisten, publieke intellectueel, Falacci is vervolgd, maar kon niet veroordeeld worden, want die is gestorven aan kanker voordat ze veroordeeld werd. Nou ja, ik ben die zaken gaan onderzoeken, ik ben ze gaan beschrijven, gaan becommentariëren en ik was gefascineerd door het feit dat ze allemaal vervolgd zijn voor een bepaald soort van dingen die ze gezegd zouden hebben. En die zouden we zo kunnen samenvatten als islamkritiek. Het was allemaal kritiek op de islam. In het geval van Wilders een beetje via een omweggetje. Maar dat was zeker bij de andere drie was dat het geval. Nou ja, en omdat ik net een boek heb gepresenteerd, een paar hallen verder als vrijzinnige, zult u begrijpen dat ik dat erg interessant vind. Ik vind dat kritiek op godsdienst belangrijk is. Ik denk dat we daar veel aan te danken hebben, aan kritiek op godsdienst. Ik denk dat niet alleen de wetenschap die leeft van de vrijheid van kritiek, maar ook de godsdienst in die zin dat godsdiensten moeten zich ook zuiveren van bepaalde elementen die niet zo zuiver zijn. En daarvoor is die kritiek nodig. Als je de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, als je die zou beknotten, dan zouden ook die religieuze tradities, die zouden zich niet verder ontwikkelen, zoals de cultuur in het algemeen zich niet verder ontwikkelt, als het zo is dat je dat niet in vrijheid kunt doen. En dat eigenlijk al deze mensen, dat die daarvoor... Mag ik daar ook een vraagje over stellen, professor Cliteur? Zeker, zeker. Want u stelt nu van, ja, als je een cultuur gaat ingrijpen op zo'n wijze dat deze mensen hun religie niet in vrijheid kunnen uitoefenen, dan belemmert dit het verspreiden van de religie en zorgt er ook voor dat de onzuivere elementen uit de religie gezuiverd worden. Vat ik zo correct samen wat u zojuist heeft gezegd? Het is een beetje moeilijker, vind ik, maar ja, ik denk ja, het wel. Dan zeg ik meteen ja, maar dat hadden we dus ook in de tijd van Nederland, denk je aan de opstand. Het was natuurlijk een protestantse hegemonie, hè, nadat de Spaanse koning verslagen was. En dan was het idee, nou, die katholieken, ja, die moeten maar op zolderkamertjes gaan zitten bidden. En dat is ook gebeurd, hè, want de generaliteitslanden en alles wat eraan vasthangt. Maar het katholicisme is helemaal niet verdwenen. Sterker nog, daarna is het weer gaan groeien en het is weer heel groot geworden. En we hebben een ware katholieke zuil gehad in Nederland. Met ook de KVP natuurlijk als enorm machtige partij. Dus klopt het nou eigenlijk wel wat u zegt? Als je een religie maar marginaal maakt, dan stopt het wel met mensen aantrekken. Ik denk maar aan het christendom, was in het begin van het Romeinse Rijk. Maar is er ook niet bepaald dol op. Maar het Romeinse Rijk is uiteindelijk toch wel christelijk geworden. Klopt dat nou wel? Nou, dat laatste gedeelte zou ik niet willen verdedigen. Het is ook niet mijn bedoeling om godsdiensten te marginaliseren. Het enige wat ik zou willen staande zou willen houden, dat het van belang is voor godsdiensten dat ze aan kritiek onderhevig kunnen zijn. En dat als dat zo is, dan kunnen ook die godsdiensten, net zoals dat met wetenschappelijke opvattingen het geval is, of met algemeen culturele opvattingen, dan kunnen ze zich in een zekere zin zuiveren. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld
even bij het katholicisme te blijven. Als je gaat kijken naar wat de paus aan het eind van de 19e eeuw nog schreef in de Syllabus Errorum. Een banvloek uitsprak over democratie, mensenrechten van de hand wees. In feite godsdienstvrijheid als een aberratie van de hand wees. Dan kun je constateren dat het tegenwoordig heel anders is. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heb je een heel ander katholicisme dan aan het eind van de 19e eeuw. Nou, dat is dankzij het feit dat er vrij gediscussieerd kon worden over die godsdienst. En dat die godsdienst zich dus kon aanpassen aan bepaalde morele eisen die je daaraan kunt stellen. Nou, dat zou ook voor de islam heel belangrijk zijn. Dus ook die islam, de kritiek op de islam, moet mogelijk zijn. En als het dan zo is, dat een maatschappelijk taboe is, één. Twee, wordt ook nog eens juridisch moeilijk gemaakt, want deze mensen die hebben te maken gehad dus met processen, dus wordt juridisch moeilijk gemaakt. En dan drie, dat is ook nog interessant, dat had ik nog net niet genoemd, dat was het laatste staartje van mijn zin. Deze vier mensen zijn ook nog van belang, omdat ze allemaal onderworpen zijn aan informele strafsancties van wat je zou kunnen noemen radicale gelovigen. Nee, Geert Wilders, die heeft 8 beveiligers om zich heen, omdat de radicale islam hem de oorlog heeft verklaard. Oriana Fallaci werd zwaar bekritiseerd, kwam nog niet direct in veiligheidsproblemen. Met Will Beck is dat al een beetje meer gebeurd, dus het is ook een riskante zaak tegenwoordig om je aan die islamkritiek over te geven. En in een zekere zin faalt de staat, die faalt in het handhaven van wat je enigszins chic kunt noemen, het geweldsmonopolie van de staat. En daar zullen we mee in het reinen moeten komen. Nou ja, daar gaat dit boek over. Ja, en als ik u nu even goed begrijp, dan zegt hij, ja, er moet openheid zijn in debat, dus we moeten religieuze dogma's vrijelijk kunnen bediscussiëren. En als dat eenmaal kan, dan volgt de rest vanzelf. Nou, dat is het verschil tussen een noodzakelijke en een voldoende voorwaarde. Laat ik het zo zeggen, dan heb je meer kans dat de zaken zich in goede richting ontwikkelen. Echte garanties zijn er natuurlijk niet. Precies, want ik kan natuurlijk ook tegen inwerpen, nou, dan hebben we allemaal vrijheid om te zeggen wat we willen, maar die paus die kan natuurlijk net zo goed blijven beweren, ja, die mensenrechten, joh, daar hebben we eigenlijk niks mee, want dat zijn speeltjes geworden in de handen van een soort cosmopolitische institutionele elite, die een hele kant op wil met onze cultuur en die mensenrechten feitelijk gebruikt als instrumentarium om onze cultuur te manipuleren en social engineering toe te passen. Nou, dan heeft die mensenrechtenpiepo vrijheid van meningsuiting, dan heeft de paus vrijheid van meningsuiting, maar dan komen we natuurlijk niet voorbij die impasse, anders dan dat we met vanuit verschillende wereldbeelden op elkaar kunnen gaan inpraten. Ja. Zal ik er nog iets op zeggen of wil jij erin springen, Tom? Ja, ik wil er wel inspringen, maar dan wil ik toch een ander punt maken. Eigenlijk even voorbij de godsdienstige twisten die hier nu op de tafel gelegd worden. Want een ander interessant punt. Ja. Kan dat? Is dat? Wat mij betreft is het prima. Okay. Ja. Want we hebben maar, maar een half uur per boek, wou ik net zeggen. Ja. En het leuke is dat u in uw boek ook andere punten maakt die eigenlijk voorbij de godsdienstkritiek gaan en ook voorbij de vrijheid van meningsuiting. Het probleem wat Zit ook wel eens aanstipt is van identity politics. Ontzettend interessant fenomeen in deze tijd, wat heel veel gevolgen heeft voor rechtspraak, ordehandhaving en vrijheid van meningsuiting ook. Ja. En het leuke van uw boek is eigenlijk dat u ook aan het einde ziet dat die islam zich als een identiteitspolitiek gaat manifesteren. Ja. Kunt u uitleggen wat precies het probleem is met identity politics, waar het vandaan komt, wat het teweeg brengt? Althans, dat hoop ik. Wat je kunt zien tegenwoordig, dat is dat veel mensen zich terugtrekken, en daar geef ik al meteen al een beetje aan dat ik daar kritisch over denk, terugtrekken op een etnische en religieuze identiteit. En dan de band met de samenleving als geheel verliezen.
groepen mensen die zonderen zich af en ze gaan die etnische en die religieuze identiteit cultiveren. Dat is nog tot daar aan toe. Maar ze willen dat ook geïmmuniseerd hebben tegen elke vorm van kritiek. Het wordt een beetje een taboe om mensen aan te spreken op bijvoorbeeld hun religie. Als je dat gaat kijken naar die artikel 137c en d... van het Nederlandse wetboek van strafrecht, op grond waarvan Wilders vervolgd is en ook deze andere mensen vervolgd worden, maar dan op basis van de Franse equivalenten, dan zul je zien dat je mag groepen niet beledigen op basis van hun ras, hun seksuele geaardheid, hun etnische achtergrond, maar ook niet hun religie. En dat is eigenlijk vreemd. Dus dat religie een speciale bescherming krijgt in het recht tegen kritiek. En dat is gevaarlijk, want dan krijg je dus een beetje die problemen die we hier nu signaleren. Ja, en als je daarop in mag haken, dat is een demografische kwestie. In Nederland, Thorbecke had een liberale grondwet gecreëerd. Alleen de religieuze klasse, dus met name protestanten, katholieken, voelden zich daar niet door vertegenwoordigd. En die gingen eigen zuilen oprichten. En met uiteindelijk het gevolg van de pacificatie rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog, waarin onder andere dus de schoolkwestie beslecht werd. En ook dus die religieuze instituties eigen vrijheden kregen, gewaarborgd in het Nederlands recht. Dus gewoon een demografische kwestie. Als een bepaalde religie maar groot genoeg wordt, dan trekken zij de macht naar zich toe. Dat is ook in Libanon gebeurd. En dan kan je wel in een minderheidspositie als seculier iemand zeggen, dat wil ik niet, moeten we niet vinden. Maar ja, je hebt dan gewoon de macht niet. Dat is puur een demografische kwestie. Nou, maar wacht even. Volgens mij maak je nu die seculiere positie ietsje te zwak. Je moet niet vergeten dat volgens het heersende Europese, wat je dan zou kunnen noemen mensenrechtenacquis, dus hoe wij aankijken tegen de mensenrechten, is het zo dat staten geen staatsgodsdiensten meer hebben. De Anglicaanse kerk? Ik geef even de hoofdregel. Hè. We hebben geen staatsgodsdiensten meer in die zin dat in religieus pluriforme samenlevingen de staat geacht wordt geen partij te kiezen voor deze of gene godsdienst. Uitzonderingen zijn dat je in de wereld van het Midden-Oosten heb je theocratieën nog, Saoedi-Arabië natuurlijk als voorbeeld, Iran als voorbeeld. Je hebt ook staatsgodsdiensten, Anglicaanse staatsgodsdienst bijvoorbeeld. Maar dat wringt een beetje, want op het moment dat je een staatsgodsdienst hebt, dan zegt de staat eigenlijk van nou, al die burgers, een bepaald soort van burgers is me toch een beetje meer lief om bepaalde redenen dan andere burgers. Dat brengt met zich mee dat de religieus neutrale staat of de seculiere staat het beste staatsmodel is. Als je tenminste uitgaat van de gelijkheid van de burgers. Dat nog niet overal gerealiseerd is op de hele wereld, dat is vers 2. Maar dat is wel iets waarvoor je kunt ijveren. Oké, dan zou ik daar weer tegen inbrengen. Ik zeg van nou, neem de islamitische wereld. Nou, dan heb je dus duidelijk vaak sharia-wetgeving componenten, waarin er dus duidelijk één godsdienst is waar de andere godsdiensten aan ondergeschikt zijn. En dan ga je dit model via een omweg, hè, denk maar aan macht tot zee en de sharia-rechtbank en alles, ga je via een omweg, ga je daar een soort van kleine vlekjes creëren in het westerse rechtsmodel, waar er toch ruimte voor toestaat. Kan je dan niet veel beter zeggen, nou, dit is onze staatsgodsdienst, nou, we noemen ons voor de vorm christelijk. Eigenlijk zijn we dat niet meer, maar goed, dat zien we dan als cultuurgoed. Als iets wat wij hebben overgeorven van het verleden. Nou, daar heeft het katholicisme een plek in. Misschien nog de Germanen een plek in. De Renaissance daar een plek in. De verlichting. Zeg, ja, de plek van de islam, ja, ligt daar gewoon anders in. Is daar een andere plek. En gaan we daarom anders mee om dan met religies die wij hebben overgeorven vanuit het verleden. Wat de islam ook perfect zou kunnen begrijpen. Want de islam verwacht ook van de andere godsdiensten in de islamitische wereld dat ze ook hun pretenties opgeven. Hè? Ga maar eens kerken bouwen in Turkije. Nou, daar kom je niet ver mee. Hè? Is dat niet een veel logischere manier om hiermee om te gaan dan in theorie te zeggen iedereen is gelijk, terwijl in de praktijk die universaliteit weer steeds maar weer wordt opgevuld met dominante particularismen? Dat zou unfair zijn, denk ik, wat je dus nu zegt. Of het logisch is, weet ik niet, maar het zou in ieder geval niet fair zijn. En ik denk ook niet dat het nodig is. Ik denk dat je na de Tweede Wereldoorlog met de
de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1948 en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden in 1950 en de VN-verdragen in 1966 een situatie heb gekregen waarin het dominante perspectief is geworden, nogmaals, het wordt wel betwist, maar dat is het geworden, dat er vrijheid van godsdienst bestaat. En die vrijheid van godsdienst, die brengt met zich mee dat je je eigen godsdienst kan kiezen, dat je een godsdienst daar afstand van kunt nemen. En, dat is toch in een hele andere context ontstaan. De vrijheid van godsdienst is ontstaan in een christelijk Europa, althans in een christelijk Nederland, in de 18e en 19e eeuw. Dat was volgens mij een christelijke vrijheid. In de 19e en de 18e eeuw ook Joden deel van uit mochten maken, mits ze zich in zekere zin aanpasten aan de Europese beschavingsnormen. Mm-hmm. En dat was dus een expliciete vrijheid die de christenen voor zichzelf hadden geformuleerd tegenover de staat. En de staat moest die dan uiteindelijk ook bewaken. Maar die dus ook gold voor religies die die erg leken op het christendom, religies of ideologieën. Maar in ieder geval, het was geen seculier recht. En het is ook niet uitgevonden door een seculiere of een liberale staat, die vrijheid. Hetzelfde geldt overigens voor de onderwijsvrijheid. Het is ook een christelijke vrijheid. En ik vraag me dus af, ik ben het wel een beetje eens met Sid, maar ik vraag me dus af, zijn zulke vrijheden, kun je die überhaupt wel definiëren vanuit een seculiere staat? Ja, ik denk je eerlijk gezegd alleen maar kunt definiëren vanuit een seculiere staat. Zo zijn ze dus niet ontstaan. Ze zijn ontstaan en gedefinieerd vanuit een christelijke samenleving, een christelijke maatschappij en een christelijke staatsopvatting. Dat is de vraag. Er zijn twee vragen. Eén, hoe zou je ze tegenwoordig willen legitimeren, deze vrijheden? En twee is, hoe zijn ze historisch gegroeid? En ik denk dat op beide vragen je eigenlijk moet antwoorden dat een seculiere rechtvaardiging de beste rechtvaardiging is die er voor deze vrijheden bestaat. Ik denk bijvoorbeeld dat die Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, dat is niet een product van de religieuze tradities. Het is vaak tot stand gekomen ondanks de religieuze tradities. Ja, sterker als nog, de mensenrechten zijn die worden al geformuleerd in de Universiteit van Salamanca, dus in de Renaissance. Dat is een volledig door en door katholiek product. Evenals de idee van tolerantie en vele dingen waar liberalen nu in deze tijd terecht ook trots op zijn. Maar dat zijn toch vaak katholieke of christelijke producten geweest. Maar dan kan je nooit verklaren dat de katholieke kerk tot aan 1966 toch zo tegen van leer heeft getrokken tegen die mensenrechten. Want dat is in feite het geval. Omdat ze al bestonden. Ja, vanuit katholiek perspectief. Nee, men had daar gewoon bezwaar tegen. Als je dus die encyclieken van die pauze doorleest, dan vinden ze dat gewoon. Dan zeggen ze niet van, dat hadden we al. Dan zeggen ze, nee, we zijn daar mordicus op tegen. Want wij vinden niet dat die vrijheid van godsdienst met zich mee mag brengen, dat mensen voor andere godsdiensten kiezen dan de katholieken of de christelijken. We duiken hier nu een thema. Het zou eigenlijk moeten gaan over uw boek. Ik wil er wel op zich op doorgaan. We kunnen. Jullie zijn nu even vrij om de thema's uit mijn boek aan te snijden die jullie willen. Nee, want het idee van de mensenrechten die zijn ontwikkeld. Ja. Om met name het probleem in de koloniale wereld van die tijd. Hoe gaan we om met al die nieuwe volkeren die niet christelijk zijn, die heidens zijn, die we wel kolonialiseren. Ja. En waarvan de staten in die tijd, Portugal, Engeland, Spanje, de Nederlanden later, natuurlijk heel graag het vruchtgebruik zouden willen afromen. En de kerk heeft toen dus een soort preliminaire vorm van mensenrechten ontwikkeld. Om de rechten van die inboorlingen ook te garanderen. Want het was natuurlijk gewoon een vrije roverij in die strijd, in die tijd, wie de sterkste was. Die gingen er met de winst vandoor in de koloniën. En daar is vanuit Rome en ook vanuit de universiteiten in Spanje, zijn daar ideeën voor mensenrechten ontwikkeld. Hè? Dus dat überhaupt, en ook op universalistische leest. Dus het is niet zo dat de VN in 1948 in één keer met een konijn uit de hoed kwam waar nog nooit iemand van gehoord had, maar wat wel degelijk een hele ontwikkelingsgeschiedenis kent. Ja, ik wil dan graag even ingaan op de culturele condities van deze discussie.
Dus om eerst een argument wat vaak in deze discussie gevoerd wordt, is dit argument, en ik vind dat er best wel wat voor te zeggen is, namelijk de notie van secularisme, ja, bestond eigenlijk niet in de Romeinse tijd. Hè, denk maar aan keizer Augustus, die ook eerst Pontifex Maximus geweest was, en ook Caesar had religieuze functies aan de staat en een religie liep door elkaar. En het christendom had op een gegeven moment de notie van secularisme. Denk aan de uitspraak in het Bijbelboek Marcus. Geef de keizer wat des keizers is, geef God wat van God is. En dat is eigenlijk het prille begin van het secularisme geweest. Waren verschillende domeinen. Ja, ja, precies. En de twee zwaardenleer. En het punt daarvan is dit. Namelijk dat het secularisme als notie dichterbij het christendom staat. Dichterbij christelijke natiestaten staat. En daardoor in internationale zin het christendom bevoordeelt, of in ieder geval het secularisme bevoordeelt. Hè? Hij moet hem dichter bij zijn mond houden of juist niet? Oh, je moet het dichter bij je mond houden. Dus, om ik nu ook aan mijn punt ga, want ik ga het punt herhalen. Het punt is namelijk dit, dat je als staat, westerse landen, zijn ontstaan uit een christelijke voorgeschiedenis, staan daardoor dichter bij het secularisme dan Aziatische of islamitische regimes. He, we hebben een andere ontwikkelingsgeschiedenis en daardoor als je dus een VN-people bent, ga je dus zeggen, ja maar secularisme, dat moeten we niet willen in het Midden-Oosten, want dat is eigenlijk een cultuurproduct van het Westen en bevooroordeelt westerse, humanistische en christelijke staten die ontwikkeld zijn uit een politieke traditie die dat secularisme bevooroordeelt omdat het daaruit voortgekomen is. En dat brengt het op het tweede punt, namelijk het punt van de gewetensvrijheid. He, dus we praten over universalisme. Dus iets wat voor alle mensen zou moeten gelden, los van religie, los van man of vrouw, los van land. Alleen, kijk, in de islam word je geboren in de islam en je wordt ook geacht om dat aan te houden. Want als je afvallig bent, dan kan daar volgens de strikte interpretatie van het sharia-recht zelfs de doodstraf op gelden. Terwijl het christendom heb je natuurlijk ook intolerante groepen. Hè? Je kan natuurlijk even over de meest rabiate lutheranen, calvinisten enzovoort. Maar de mens moet vanuit zijn individuele geloof geloven. Denk aan Luther, sola fide. Dus het gaat uiteindelijk om een individu dat in vrijheid moet geloven of in vrijheid afvallig mag zijn. Dus in die zin is er geen besef van een clancultuur of geen besef van een schaamtecultuur. Maar er is een duidelijk individueel begrip van een individuele schuld. Jij als individu kiest ervoor om wel of niet te geloven. Denk aan Augustinus, de stad gods. Hè? Zelfs de paus kan wel fout zijn, dat weten we niet. Enkel God weet welk mens goed of fout is. En dat de individuele geloofsvrijheid om als individu dat wel of niet te geloven en als individu wel of niet zuiver in de leer te zijn, erg samenhangt met een individualistisch begrip van het individu. Vanuit de contractfilosofie, John Locke, en dat vloeit er allemaal uit voort. En dat is dus wel degelijk ontstaan binnen een specifieke culturele conditie, binnen het christelijk, humanistisch, renaissance achtergrond. Nou kijk, laat ik beginnen met te zeggen dat het niet zo relevant is om te gaan kijken binnen welke context iets naar voren is gekomen. Wat veel belangrijker is hoe je het nu moet legitimeren. Ik maak dan altijd het grapje dat de wet op de zwaartekracht is geformuleerd door een Engelsman. Maar het is geen Engelse wetmatigheid dat de dingen op die manier naar beneden vallen. En zo kijk ik ook naar ethische dingen. Als het verkeerd is om mensen te martelen, kan je niet zeggen, nou, dat hebben wij nou hier in de Europese context ontwikkeld. Maar dat geldt eigenlijk helemaal niet in Saoedi-Arabië, want daar heeft men een andere culturele context. Ik vind dus dat je met die benadering te grote concessie doet aan het wat je kan noemen het cultuurrelativisme. Nou nee, want ik kan gewoon zeggen, ik zou beter zijn voor Saoedi-Arabië om diezelfde ontwikkeling geschiedenis te hebben. Als de islam dezelfde dingen had doorgemaakt als het christendom, zou het beter geweest zijn voor de islam, maar is de facto niet gebeurd. Dus wij hebben 0,0 macht om onze visie daar uit te voeren. We hebben 0,0 macht om die ideeën daar uit te voeren, al zouden ze misschien beter zijn. En het enige gevaar wat wij binnenhalen via die VN en al die internationale netwerkjes, is dat die andere culturele visies ook macht gaan krijgen over het Westen via allerlei internationale verdragen, internationale overeenkomsten, en dat die visies hier ook macht gaan krijgen via die cosmopolitische internationale netwerkjes en verbanden en dergelijke. Ja, maar dan zet je dus dan zou je dus het hele idee van mensenrechten overboord moeten zetten. En dan heb je eigenlijk alleen, dan is de wereld opgedeeld in bepaalde culturele tradities waarin iets tot ontwikkeling komt, wat geen kansen heeft in een andere culturele traditie. Ik zou dat een hele pessimistische visie vinden. En ik denk ook niet dat het juist is.
Ik wil ook nog een kanttekening maken over dat secularisme als onderdeel van het christendom. Zullen we dan naar het volgende punt toe, daarna, dat we dit afsluiten? Is goed. Ik denk dat je ten aanzien van dat secularisme en het christendom een onderscheid moet maken tussen de christelijke traditie en enkele uitspraken die Jezus Christus heeft gedaan onder zeer bijzondere omstandigheden. Het feit dus dat Jezus Christus die uitspraak heeft gedaan dat je aan de keizer maar moet geven wat er aan de keizer toekomt. En ja, dat is gedaan. Maar hij kon geen kant uit natuurlijk. Hij zat helemaal bekneld tussen enerzijds de fariseeën die hem wel wilden aangeven bij de Romeinse autoriteiten. Hij kon ook niks zeggen, negatief zeggen over de keizer van zijn tijd. Dat was Tiberius. Hij kon moeilijk zeggen van nou, je moet niet wat aan de keizer geven. Historische omstandigheden. Die zegt eerst van historische context is niet relevant hoe het ontstaan is. Het gaat erom hoe ik het nu legitimeer. Ja. Maar jouw argument, ik ga het traceren. Dat is zeggen, ja, Jezus die zat in een seculiere Romeinse staat. Nou, was niet seculier, maar oké, volkeren mochten eigenlijk gewoon hebben. Dat is mijn punt niet. Ik probeer eigenlijk alle twee de punten die je aan de orde stelt, die probeer ik te bestrijden. En tegelijkertijd maak ik nog het punt dat één van die punten niet relevant is. Maar ik doe het toch even. Omdat dat punt is, je hoort dat namelijk heel vaak, dat geef aan de keizer wat des keizers is, dat men dan iets heeft van, oh kijk, daar zie je het begin van het secularisme. En dan is mijn antwoord dus, nee, dat is zeer optimistisch, want wat Christus heeft gedacht, zullen we nooit weten, want hij sprak eigenlijk helemaal niet vrij uit. Bovendien, gesteld nou is nog dat je kunt zeggen dat Christus dus... middeleeuwse interpretatie hiervan. Gesteld nou dat je zou kunnen zeggen, nou laten we het dan Christus de credit geven dat er dus secularisme is te vinden in deze ene uitspraak. Dan wordt al heel snel in het Romeinse Rijk, wordt het christendom de staatsgodsdienst. Ja, dat klopt. Maar Marcellus van Padua, dus in de middeleeuwen, een belangrijk rechtsgeleerde, dat hij ook zei van ja, we gaan het nu over secularisme hebben. Hij werd beschermd door de keizer, omdat de keizer via de werken van Marcellus van Padua kon zeggen, ik hoef de paus niet te volgen. Ik eis mijn seculiere macht op als wereldlijk heerser, als zijnde vorst, en dan heeft de paus zich buiten te houden. En dat kon hij alleen maar doen, omdat Marcellus van Padua al die seculiere noties had opgegraven van Jezus, die dat inderdaad zei van, ja, geef de keizer des keizers, geef God dat Gods is. Dus dat die bouwsteen er in het christendom is geweest, is van een enorm belang geweest voor de middeleeuwen om daar op het einde op voor te kunnen bouwen. Neem vergelijking Jezus, die kon inderdaad geen kant op, want Romeinen hadden alle macht. Als jij een politieke religie ging starten, was het meteen klaar. Dus ze wist dat. Maar neem Mohammed als voorbeeld, die was niet alleen spiritueel leidsman, zoals Jezus dat was, maar was tegelijkertijd ook legeraanvoerder, was opperrechter, dus die had tegelijkertijd naast de spirituele macht, ook de wereldlijke macht in handen, waardoor die religie ook totaal anders is geëvolueerd. Dus die historische context maakt eigenlijk alles uit van hoe een religie uitpakt en hoe een staat zich vormt. En hoe een staat met het individu omgaat en met de geloofsvrijheid van het individu. Ja, als je punt is dat het moeilijker zal zijn om secularisme in de Arabische wereld, in de islamitische wereld te doen postvatten, dan heb je wel gelijk. Toch zal het ook daar moeten gebeuren op de een of andere manier. Maar wat ik dan hoop, dat is dat we het zullen doen door dat secularisme te verdedigen, niet door aan te knopen bij bepaalde dingetjes uit de religieuze traditie. Want ik vind het hele zwakke argumenten. Ik vind het heel jammer dat Martin Luther King dat hij moet gaan vergelijken naar het Israëlitische volk dat zich bevrijdde uit Egypte en dat op basis daarvan je kan zeggen, oh die rassensegregatie moet maar worden afgeschaft. En denk, ach dat is toch jammer. Ja, ik ben het wel dus eens met waar Martin Luther King uiteindelijk toe komt, maar ik vind zijn argumentatie een beetje povertjes. Ik zou zeggen, Is het niet eerder een kwestie van inspiratie, waar hij zijn geestdrift uit haalde? En... Nou, ik hoop het. Maar ik bedoel, veel mensen denken natuurlijk toch een beetje, kijk eens wat mooi, nou zien we toch dat een belangrijk leider, dat hij zo, van op basis van die christelijke inspiratie kan hij dit doen. Terwijl ik dus denk, nou ja, het zou veel mooier zijn geweest wanneer hij dat niet nodig zou hebben, al die parallellen met het Oude Testament. Ook omdat ze vaak heel gebrekkig zijn natuurlijk, want ja. Dat is goed. We komen hier ongetwijfeld nog wel even op terug, want het zijn wel belangrijke thema's bij ons, bij ons alle drie eigenlijk. Sure. Ik heb nog één vraag voordat we overgaan naar Sitsen boek. Ja.
U bent ook vrij kritisch op de rechtspraak in Nederland. En u haalt een aantal gevallen aan waarbij de rechter in het Wildersproces gevraagd is. Hoe kijkt u aan tegen de stand van de rechtspraak in deze tijd? Wat gebeurt er eigenlijk überhaupt in dat recht? Is het recht in Nederland en in België, dat loopt een beetje parallel. We weten natuurlijk wat er met de bende van Nijvel gebeurt en de doofpotgeschiedenis daaromheen. Laten we het over de lage landen hebben. Kunt u wat zeggen over de stand van het recht in onze tijd? Ja, nou, dat is natuurlijk een hele algemene vraag. En dat kan waarschijnlijk niet in een paar minuten worden beantwoord. Maar laat ik even aanknopen dus bij dat Wildersproces. Het begint er al mee dat... Daar is heel veel fout eigenlijk in het systeem. Een van de dingen is dat hij überhaupt voor de rechtbank kwam. Dat hij ook voor de recht kwam op basis van wat dan wordt genoemd 6500 aangiftes. Die 6500 aangiftes, die mensen zijn eigenlijk geronseld. Die mensen worden opgeroepen om een aangifte te gaan doen. Vaak wisten ze helemaal niet. Die konden tekenen bij het kruisje. Ja, vaak wisten ze helemaal niet waar het om ging. Ook, dus dat is al erg problematisch. Hij is beoordeeld door drie rechters, waarvan er één rechter was die zich al in een televisieprogramma in negatieve zin had uitgelaten over zijn persoon en over zijn partij. Nou, dat brengt wat dan het ideaal van de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht al een beetje in discrediet. De advocaat van Wilders heeft geprobeerd deze mevrouw te wraken. Dus die heeft gezegd van deze mevrouw is eigenlijk niet meer onpartijdig. Dat is niet gelukt. Dus dat is zelfs nog voor de wrakingskamer is dat ook gekomen. En die hebben dus de advocaat van Wilders geen gelijk gegeven. Dat zijn dus allerlei dingetjes waaruit al blijkt van je denkt nou. Het verdient bepaald geen schoonheidsprijs. Maar het belangrijkste punt natuurlijk voor mij is dat ik denk dat debat over wat je kan noemen islamisering, het debat over de islam, dat moet een vrij debat zijn. Het is moeilijk, het is ingewikkeld en je moet ook verwachten dat eigenlijk alleen in de clash of opinions we een stapje verder komen. Maar die clash moet dan ook wel kunnen plaatsvinden. En als het dus zo is dat een politicus, en dan nog een politicus van de tweede partij in Nederland, dat hij in feite niet aan zijn electoraat zijn standpunten kan overleggen, omdat de rechterlijke macht, en dan moet je dus bedenken, ja niet de rechterlijke, maar ja, eigenlijk drie rechters zeggen, nee meneer, u mag dat niet zeggen, dan is dat een enorme zware aanslag, vind ik, op het systeem dat we hoog moeten houden. U wijst echt op de vooringenomenheid van de rechters. Nou ja, er is in ieder geval een sterke schijn van vooringenomenheid gewekt. En je moet er als rechtsorde voor waken dat je niet alleen de vooringenomenheid moet je zien te voorkomen, maar ook de schijn van vooringenomenheid. En daarom is het een hele goede regel dat je geen mensen op een zaak zet die zich al eerder over de zaak hebben uitgelaten of over de persoon waar het om gaat. En dat is ook heel goed mogelijk. Rechters moeten helemaal niet in televisieprogramma's gaan zitten en het programma heette dan in dit geval Kijken in de Ziel. Dus je kon je kijken in de ziel van de rechter. Nou, je moet in die ziel van die rechter helemaal niet terechtkomen. Dus die misschien moet een rechter dat helemaal moet rechter dat zelf al helemaal niet willen. Nee, ze moet het zelf al. Dat was de eerste fout van deze rechter al. Dat we het hebben over D66 rechters en veel te veel taakstraffen en dat het te laag gestraft wordt of te zwak gestraft wordt en dat mensen vinden dat die rechters maar een stelletje ivoren torenfiguren geworden zijn die veel te ver afstaan van wat gewone mensen voelen en ervaren en dat de juiste... Ja, we hebben dan geen juryrechtspraak in Nederland, hè, dus we hebben eigenlijk in feite wat de Founding Fathers dan de tyranny of the legislature vreesden. Dus er zijn maar heel weinig mogelijkheden voor het volk om tegengewicht tegen die rechters uit te oefenen en dat het juist nu is van... Oh, moet eigenlijk als rechters meer in contact zijn met het volk. We moeten meer tussen de mensen begeven. We moeten duidelijker viben met het volk. En meer resoneren met wat er speelt in de samenleving. Dat ze juist vanuit die invalshoek meer in programma's gaan komen. Meer hun visies laten horen. Meer met mensen in gesprek gaan. In discussieprogramma's deelnemen enzovoort. Dus daar niet juist veel voor te zeggen. Vanuit die ivoren toren feitelijke scenario van vandaag. Nou, er is iets voor te zeggen om rechters...
toelichting te laten geven op het rechtssysteem in zijn algemeenheid, voorlichting te geven over hun werk. Maar ik denk wat voorkomen, maar dat is niet waar het hier om gaat. Het gaat dus om een rechter die zich al heeft uitgelaten over onderdelen van het partijprogramma van de PVV. Dat is eigenlijk het punt. En ik denk dat je dat dat niet verstandig is. Dat deze rechter op die zaak is gezet. Ze hadden dus eerst partijpolitiek te bedrijven. Nee, deze rechter had eerst zelf al kunnen zeggen: oh, wacht eens, ik ben in het televisieprogramma gaan zitten en wat al uitzonderlijk is. En ik heb me al uitgelaten over deze meneer en over zijn programma en over zijn ideeën. Ik kan beter dus deze zaak niet doen. Dat was eerste fout al. Tweede is dat op die zaak is gezet door haar collega's. Ze zeggen: doe jij dat maar. Hè? En dan is de derde fout eigenlijk dat op het moment dat ze dan gevraagd wordt en dat de advocaat zegt: mevrouw, u bent niet de juiste persoon, had ze kunnen zeggen: ach ja, inderdaad, ja, klopt. Foutje. Ik heb in het programma heb ik al gezeten en ik heb al daar zitten praten. Dus nee, ik trek me terug. Hè? Ze had eigenlijk, er waren eigenlijk drie momenten waarop deze rechter zich had kunnen terugtrekken. Heeft ze niet gedaan. En ik denk daarmee dat deze rechter toch ook wel, treurig natuurlijk, maar toch ook een beetje schade heeft aangericht aan het imago van het systeem. Even gezegd dat we daar al een toch een mooi beeld van hebben. Hè? Dat je, als je natuurlijk zegt, ja, maar het is al een bende, dus dan maakt het je allemaal niet meer uit. Maar nee, het is niet, het verdient geen schoonheidsprijs.